vanavond zijn de geruchten dat er aan ontbreekt. Van alle rijbewijzen die worden ingevorderd en die uiteindelijk bij het CBR terechtkomen, is grofweg 3/4 ingevorderd wegens het rijden onder invloed. Als je op een avond door middel van bloedproeven onderzoekt hoeveel automobilisten er met te veel drank op achter het stuur zitten, dan kom je uit op ongeveer 4%. Toch valt er bij grootscheepse alcoholcontroles, zoals hier, maar 1% door de mand. Dat ligt aan de blaasapparaten. Daarin zit om allerlei ingewikkelde juridische redenen zo'n grote marge ingebouwd dat je pas na een biertje of 8-9 voor schut gaat. Dat toonde een test van Blik op de Weg een aantal jaren geleden al aan. Volgens de wetgever moet dat zo blijven, omdat anders het politieapparaat te veel onder druk komt te staan. Met andere woorden, men denkt in Den Haag dat er te weinig politiemensen zijn om al die bestuurders aan te houden en vervolgens een proces-verbaal op te maken. Uiteraard zijn er ook verstandige feestgangers die de bus nemen. Dat is slim. Helemaal voor beginnende bestuurders, voor wie het maximale alcoholpromillage waarschijnlijk verlaagd zal worden van 0,5 naar 0,2 promiel. Zo hou je niet alleen je rijbewijs, maar ook je geld in de zak. Want voor de gemiddelde boete kun je weer een aardige achterspoiler kopen. Maar het allermooiste zou het natuurlijk zijn wanneer er niemand meer met alcohol op achter het stuur zou gaan zitten. Nou, kijk, het vervelende is toch bij deze grens, en dat hebben we destijds ook in dat programma van Blik op de Weg gezien, met die man op dat terras waar iedereen nog steeds over praat, is dat je toch binnen de huidige marges in de wet een aantal glazen drank kan drinken. En eigenlijk moet de boodschap zijn dat je, als je moet rijden, moet je niet drinken. Of hooguit 1 glas, maar dan is het ook over. En dat geldt nu dadelijk wel voor die beginnende bestuurder. Maar die wat ervaren bestuurder, die kan, omdat die grens dan nog steeds op 0,5 ligt of 220 uggeltjes, kan die nog steeds een paar glazen drank drinken. En dat is een verkeerd begin. Als je auto moet rijden, moet je niet beginnen met drank. Want als je er eenmaal 1 of 2 op hebt, dan word je wat overmoedig en dan ga je er meer drinken. Je zou dus haast kunnen zeggen dat wij bij elke controle die we doen weer voor een aantal mensen bevestigen dat je dus 4 of 5 glazen kan drinken als ze dan niet door de mand vallen. Ja. Vandaar dat het zeker voor de jonge bestuurders heel goed is dat hij naar 0,2 gaat. Maar als je het mij eerlijk vraagt, dan zeg ik wat mij betreft, maar dan praat ik echt als COSP en Belang voor de Verkeersveiligheid, zou ik vinden dat voor iedereen de grens van 0,2 zou moeten gelden.